Ruben en Kobe. All right. Zoals jullie al weten of niet weten, zijn wij Ruben en Kobe van de OHL-podcast. Waar we maandelijks samen met andere OHL-fanatiekelingen babbelen over onze favoriete voetbalclub. Kobe en ik zijn even weg geweest, maar vandaag blikken we de eerste aflevering van het derde seizoen in. Samen met Angelo Houblon, OHL-kenner en mede-fanatiekeling. Waar we samen vooruitblikken op het nieuwe seizoen van OHL. Ja, inderdaad. Welkom Angelo. Fijn dat Dank u, dank gast u. gast hebben. Blij om hier te zijn. Leuk door. Nu als startpunt in de podcast, als je er een paar hebt gekeken, um, zoeken we altijd in het begin een beetje uit wie de persoon is, onze gast, uh, dat we een beetje een intro voor onze luisteraars. Um, dus eigenlijk wie is Angelo Blon als mens en als, als supporter? Wel, um, ik ben eigenlijk begonnen met, Goh, ik volg het Leuvense voetbal al wel van op een afstand en sinds de overname en eigenlijk een stukje daarvoor beginnen opzoeken qua nieuws en, en info over de club, omdat dat een beetje schaars was. En uiteindelijk dacht ik van, waarom deel ik het niet gewoon in de groepen op Facebook en dergelijke. Mm -hmm. En zo is het een beetje gegroeid, met daarna ook wat artikels te schrijven over pakweg de jeugd tot um, wat er is apart gebeurd. En dat blijkt toch aan te slaan bij sommige mensen. Ja, want ik denk dat jij een van de personen zijn die het meeste in mijn feed opkomt als ik op Facebook kom, dus ik denk dat uh, uw opdracht daarmee wel geslaagd is, denk ik. Hè? Ja, zeker en vast. Het is ook, ik merk ook, ik, ik vind heel veel terug, mm -hmm. maar dan denk ik ook van het is dan bijvoorbeeld heel moeilijk om als normale persoon, zal ik maar zeggen, of een of persoon die. Dat <laughs> <Als, die lacht> dus misschien nu normaal of wat? <laughs> Of misschien iets of wat leek is, ja, is nee, in het computer ge uh, gebeuren om zo'n dingen terug te vinden, en dan is ja. het makkelijk om dat allemaal. Te verzamelen. Ja, op ik één... sowieso wel dat jij net een centrale persoon bent in die groep die wel mm -hmm. informatie deelt dat niet iedereen terecht kan of direct kan vinden. Ook soms bepaalde tweets met informatie. En dat zijn dingen die ik zelf ook niet zou zien. Ja, en we hebben het ook al een paar keer aangehaald in de vorige podcast. Uh, als we praten over bijvoorbeeld het, het vrouwenvoetbal, dat dat ook iets is. Maar da daar is wel heel veel verbetering gekomen de laatste Zeker. Uh, jaren. Um, van die informatie en. Daar komt er nu allemaal ook meer mee met, met de sociale media van uh, OHL zelf. Dat is niet meer apart, dat is allemaal samen en dat is ook wel tof. Ja, uh, klopt, en ook, ook de, 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 de informatie over de jeugdploegen, hoe ze het gedaan hebben het afgelopen jaar, wat er gebeurd is, dingen die ik eigenlijk bijna niet kon vinden of volgen. Um, dat dan toch wel gebundeld worden en dat dat voor iedereen eigenlijk in die groep een mooie ja, samenvatting is van, van het jaar. Ja, ik denk ook dat, het daar, um, ik denk dat de overname van de club. Ook een beetje zoals bij elke overname een, misschien een ongewilde chaos is. Waardoor dat ook bepaalde stukken en bepaalde ja, voorkeuren van de supporter misschien een beetje aan de kant worden gezet. En mm -hmm. ik denk, um, ja, we zijn al een paar keer samengekomen bij de club, mm -hmm. waar ook duidelijk wordt dat de jeugd ook een heel groot aspect is van de supporter. Um, als er iemand kan debuteren in de eerste ploeg vanuit onze eigen jeugd, we jagen alleen maar toe. Um, we hebben het ook over de oude garde gehad ja, die mensen die, die kijken ook heel vaak naar die jeugd en hoe dat die dat doen dat maakt ook bijvoorbeeld het nieuwe seizoen des te interessanter in eerste nationale, omdat dat iets meer gaat gevolgd worden op dit moment ja, inderdaad, dat gaat wel iets leuks worden um, en ja, zo bepalen wat je gaan spelen in de stadion van en ook zomaar wat je in, in power en dreef zeker ja, we, het zal vooral in Tienen zijn en ja afhankelijk daarvan. Ik dacht dat ze enkele matchen in uh, King Power gingen spelen. Ik zou hopen misschien de Derby tegen Tienen zelf dat we ja, die thuis hoe... mogen spelen. Ja, hoe gaat dat dan eigenlijk in zijn werk? Als je tegen Tienen moet spelen, waar speelt je dan? Ja, ik ook ook in... zou het stadion zijn, Maar ik ja, tel ja, het niet dat uit, klopt vind. niet. Dat zou hetzelfde zijn als. als uh... Als Anderlicht in stenen van Brugge gaat spelen en dat ze dan tegen elkaar. <laughs> ja, het is in principe in hetzelfde als de uh, Bruggen en Cerkelenbrugge die in hetzelfde stadion spelen. Dus het zou op zich wel kunnen. Maar oh, we uh, zijn niet van dezelfde stad toch? Ik hoop dat we het nee. thuis ja. kunnen doen. Sowieso. Dus iets om naar uit te kijken. Ook om iets om naar uit te kijken, zijn de, ja, de biertjes hier uh, de, dat je meegebracht hebt eigenlijk. Hè? Want, uh, de smaken uh, alvast. Wij zijn blijkbaar gekend als uh, een podcast die graag eens bier drinkt. <laughs> Bierconnoisseurs. Ja, ik, bier, ik, van, um, ik noem het liever bierinfluencers. Er komen influencers. altijd biertjes aan bod. <laughs> ik neem erin mee. Dit zijn biertjes van een, een brouwerij er dichtbij. Uh, Hofter Dormaal. Um, Dormaal. Je bent er al een paar keer geweest. Dat is, dat is niet bij waar je woont zeker. Ja, dat is eigenlijk in Tildonk, um, vlak naast de Vaart eigenlijk, als je van Leuven naar Mechelen rijdt. En um, dat ziet eigenlijk een beetje weggestoken, maar elke zaterdag en zondag is het daar open als café ook. Dus als je met de fiets gaat, passeer, maar het is wel je laatste stop. <laughs> dus, uh, dat is perfect. Ook in plannen dan? <laughs> ja, zeker en vast. Nee, Deze smaken heel erg. Dus ja, hier in ja. Alidastraat zeker eens passeren. Echt het is moeite. een beetje bitter, uh, ook een beetje sweet, ietsje minder zuur, maar heel malty. Het heeft eigenlijk een beetje weg van de hoegaarde van ja, vroeger ja. eigenlijk, maar ik heb het gewoon afgelezen van het uh, biljetje. <laughs> ja. Want nu lijkt het alsof ik zo een zotte bierkenner ben. Maar nu we hebben we ook al even Angelo vorig seizoen hebben we ook al even samen zitten bij 19 minutes. Um, dat was een initiatief van de club zelf waarbij bepaalde sporters uitgenodigd werden om ik te en niet. jij niet nee <laughs> <laughs> om Waarom te zou dat komen? Ik <laughs> ja, kies natuurlijk wel mensen die iets te zeggen hebben. Hè, ja, dat is waar. Ik ben maar uh... <laughs> ja. Het technisch profiel. Ja. <laughs> dus um, dat was ook wel een, een heel allee, goed initiatief van de club uh, om over bepaalde topics te praten. Uh, we hebben er één samen gedaan, maar jij hebt er ook nog een bepaalde apart gedaan, zeker? Um, ik heb ze, ik mag dat misschien niet zeggen, maar allemaal gedaan. <laughs> um, Hoeveel minuten zijn dat dan? Het zijn nooit geen 90 okay. minuten. <laughs> het, uh, het is meestal uh, verleng penalty's okay. en golden goal. <laughs> Nee, het is, uh, het is inderdaad wel een tof initi initiatief, zeker voor de supporter om er eens bij te zijn. Um, en het kan naar iets groeien dat misschien interessant kan zijn voor beide partijen. Ik denk dat we daarnaast ook, um, zoals in een van de vorige podcasts bijvoorbeeld, uh, Mark met de Louvanisten en de andere supportersclubs zitten ook samen met, um, met het bestuur. En de federatie, ik kan dat, allee, we kunnen alleen maar toejuichen dat die onderlinge werking blijft toenemen. Um, maar dat ze dan ook weer apart van die supportersclubs gaan kijken is ook wel eens interessant. Omdat het, ja, bij, de, bij de eerste bijvoorbeeld zaten er mensen vanuit de buurt bij, waarbij je ook eens kunt polsen van ja, wat speelt er daar? Um, Minder lawaai. Of meer lawaai, ah, he, we okay. horen geen goals meer. Um, maar anderzijds, ja, voor jullie behoort ook met dit initiatief, was het ook wel eens voor jullie interessant om eens te kijken van. Ja, gewoon heel eens af te tasten van wat kunnen we er misschien mee doen, ja, meer meedoen. of twee. Ja, inderdaad. <laughs> misschien King Power. <laughs> uh, wij kunnen ook nog een sticker voorzien op de laptop hier. <laughs> ja, of zo een keer een weekend met, met de supporters samen en dan zo daarover naar... Ah, maar ja, naar Leicester eigenlijk. Hè. Maar dat, dat gebeurt wel, man. Dat is zo... Dat is uitgesteld ja. geweest, want twee, eigenlijk net voor corona um, was ik ook geselecteerd. Puur toevallig ook, trouwens. Want... Ja, precies. heel toevallig. Heel toevallig, precies. Ja, heel toevallig. Maar um, dat is toen uitgesteld. Maar het bestuur heeft wel gezegd dat het nog altijd gaat doorgaan met de mensen die toen gekozen zijn. Okay. Dus voor de mensen die gekozen zijn, geen paniek. Het gebeurt nog. Ja, en uh, ja, om even verder te gaan op uh, OHL, op want zoals ik in het begin al zei, we gaan vooruitblikken. Maar waar dat je vooruitblikt, moet je denk ik ook even achteruitblikken. Allee, dat is. Hoe dat ik er naar? Denk. Even stilstaan. Hè? Even stilstaan bij, bij ja. wat het er geweest is. En ja, ik zou het ik zou niet te lang willen maken, want ik wil vooral focussen op, op de toekomst. Maar... Seizoen 3. Wat hè? Seizoen 3. Ah, ja, seizoen 3. Maar ik wil vooral uh, ja, uh, een keer horen van u wat uw algemene samenvatting is. In twee zinnen. <laughs> Mogen we er ook iets meer zijn. <laughs> een seizoen van uh, veel hoogtes en veel laagtes. Oké. Okay. Um, ik denk dat dat vooral de. Teleurstelling is in het seizoen, uh, mm -hmm. ondanks dat we eigenlijk op dezelfde plaats eindigen. Um, en ook gemerkt dat we toch iets meer missen in de kern, dat er iets meer balans mag zijn in de kern. Mm -hmm. um, om dan zo vooruit te blikken naar volgend seizoen, misschien denk ik dat we ook um, voor het eerst meer balans hebben in de kern qua vaste spelers, ja. iets waar dat we op gaan kunnen bouwen en dat hadden we nu misschien wat minder. We hadden wel um, een Keita die echt zijn doorbraakseizoen heeft, um, maar verder zijn er niet direct spelers die bij mij inkomen waar ik van denk van we Geen kunnen erop bouwen, want ja. ze zijn waarschijnlijk allemaal weg. Ja en ook hoogtes en laagtes, daar ken ik ook wel en dat is iets dat denk ik wel. Over de laatste jaren bij OHL wel altijd zo geweest is. Alleen zijn er nu, zijn we nu wel al twee seizoenen in eerste klasse, terwijl um, een paar jaar geleden was het, waren die hoogtes en laagtes echt letterlijk. Eerste klasse, terug naar tweede, terug naar boven. En nu zitten we in die hoogtes en laagtes binnen de eerste klasse. Dus dat stemt mij alleen maar al gelukkig. En als we dan nu kunnen ja, doortrekken naar eerste klasse, dat we daar wat meer. Um, Hoogtes bereiken dan. Uh... Maar zoals we dat ook, ja, voor de podcast even al aanhalen. Ja, um, yeah, off the record. Dat inderdaad dit seizoen eigenlijk wel weer een moeilijk seizoen wordt dat je moet bevestigen met meerdere zakkers. Dus het, eigenlijk, het voelt eigenlijk dit seizoen precies terug aan, alsof je precies je eerste seizoen terug in eerste zit. Ja. Door ja. Drie kandidaat zakkers. Maar je eerste keer vergeet je nooit normaal. Hè? <laughs> nee, dat is, dat is waar, echt. maar uh, elke ploeg <laughs> denkt zo. Ik denk dat elke dat ploeg waar. vandaag wel denkt: van we moeten zoveel mogelijk doen om in de eerste klasse te blijven. Want ja, met alle respect voor, uh, voor alle U23-ploegen, mm -hmm. maar wie kijkt er naar uit om naar Club U23? Allee, Club Next uh, te trekken of naar um, standaard U23? Ehm. Ja, ik denk dat iedereen terug zo snel mogelijk naar dat hoogste niveau wilt, maar dat betekent ook dat we met veel in één pool zitten. Ja, oh, inderdaad. En dan even verder gaan op, die, op dat moeilijke seizoen dat eraan komt, het seizoen eigenlijk om te bevestigen op, opnieuw, maar. Um, en op die balans dat er dit seizoen al minder was. Er zijn al redelijk wat transfers gedaan, Waar zijn zich al bedrijven getoond qua transfers. Wat is uw algemene balans van de transfers die momenteel gebeurd zijn Um, ik ben ten eerste al blij dat het allemaal aankopen zijn. Ja. Um, ik denk dat dat, dat eigenlijk een beetje het pijnpunt was van het vorige seizoen. Dat we, in de, zoals ik daarnet zei, niemand hadden om op te bouwen. Um, Wat dat, misschien in dat geval ook wel goed was. Want die spelers waren ook niet goed genoeg om te bouwen, denk ik. De gehuurde. Er zijn er enkele bij die, die wel konden blijven. Wel, ja. um, zoals bijvoorbeeld een Dawaast. Die heeft zijn plaats hier wel. Mm -hmm. Um, een kaba kan nuttig zijn als hij niet wordt uitgespeeld als een soort Henri. Mm -hmm. Ik denk ja. dat hij dat andere kwaliteiten heeft. Maar we hadden ook geen, geen mensen die hem konden aanspelen. En dat is ook een van de problemen die we hadden. Ondanks dat we de assistenkoning hadden, maar ergens werkte het toch niet. Want bijvoorbeeld. De saus pakte niet. Ze nee, dat? want bijvoorbeeld Maartens. <laughs> Maartens Mercier werkte nog altijd wel. Ja. En dat heeft ons eigenlijk door de eerste helft van het seizoen getrokken. Ja. Merci Maartens. Ja, Maartens <laughs> is een speel dat we op kunnen die, bouwen. Ja, ja klopt. Die en die belangrijk. eigenlijk vanuit het niks ook is gekomen van de Brugge. En zich eigenlijk nu opwerpt tot bijna Leuvenaar. Ja. Als, die, als die nog een paar jaar blijft, dan fixen we een standbeeld. Hè, <laughs> voor Zal de oude markt. Dat zou wel zijn. Ja, <laughs> een MM. Dus maar... we hebben nu twee keepers gaan halen wat nodig was. Um, dan. Ja, verdedigers, um, pleetingsdom um, en dan Holshuizer, vergeet ik iemand? Ja, mij, mij hebben ze proberen te signen, maar ik ben nog uh, in onderhandeling. <laughs> ja, vierde <fear the> spits. <laughs> ja. Nee, Zorg ik denk, uh, het gaat inderdaad uh, die vijf, zes namen zijn, denk ik. Plus ja. dan nog eens de, de contracten die verlengd zijn van veel U23-spelers in functie van ja, natuurlijk de eerste nationale, waar dat ook weer... Gigantisch veel regeltjes rondhangen. En de vrouwenploeg, hè? De vrouwenploeg uiteraard. Ze hebben ook wel al stevig ja. uitgeld op de transfermarkt. Klopt. En Klopt. Um, ja, verder ook naar concurrentie te kijken bij de vrouwen. Zitten we toch op een ideale plaats om volgend jaar toch echt een serieuze gooi te doen? Ik denk dat het een beetje een zure nasmaak had bij, bij hun zelf ook. Ja. Dat het net op het einde eigenlijk tekort kwam. Maar ik denk dat we naar. Uh, ja, we kunnen niet naast het vertrek van Wullaert kijken bij Anderlecht, die daar toch in de 30 goals had gemaakt. Dat moet ergens ook terugkomen voor die ploeg. Um, ja. Ja. En als dat dat naar ons gekomen is. Klopt. Dus en uh... voor de eerste ploeg zijn er inderdaad transfers gedaan. Holshouser misschien iets, iets meer logischer. Um, ja, ook zo, dat hing zo in de lucht en dat was zo, in het begin. Tuurlijk lang. Willen we, willen we dat Je wilt dat eerst niet geloven. En dan begint je er wel te geloven, dan moet je er ook over na te denken. Van, uiteindelijk is dat wel echt een goede een speler. We hebben die ook gezien toen in 1B, toen hij tegen Wagel speelde. Soms ook, ik herinner mij de match dat hij tegen Anderlecht speelde in de Beker. Dan, ja, dat was gewoon magistraal, die zijn, zijn trap. En dan begint je toch wel zodat die hoop te krijgen en dan ja, Mercier is weg. Dus ja, logisch hij is dat er. Hij heeft gewoon heel veel krediet verloren, zoals ze met het seizoen vorig jaar bij Beerschot. Ja, klopt. dat liep, liep op alle vlakken slecht. Toen was hij ook een beetje de salonvoetballer, om het mm -hmm. zo te noemen, zonder een speler af te breken. Um, Wij zijn ook salonpodcasters. Hè? Klopt. <laughs> um, maar ook gewoon, we merken nu ook dat ja, aan elk verhaal dat je hoort, ook uh, over het dom, dat het daar toch een beetje rommelde. Ook ja. met makelaars en dergelijke. Um, daar gaan we niet over uitweiden. Daar was. gaan we niet over uitweiden. Maar ergens moeten we ook wel beseffen dat we Mercier ook zijn gaan weghalen bij Cerkelen Brugge, die in 1B een goede seizoen had, maar daarvoor bij Kortrijk en Cercle op Jubilair Pro League niveau geen, geen mm -hmm. uitbundige indruk maakte zoals hij bij ons heeft gedaan. En dat is toch iets wat we kunnen... Ja, toewijzen aan prijs. Aan ja, van, van die toch een bepaalde belangrijkheid te geven in, in de ploeg en toch te laten draaien. Want bijvoorbeeld, Mercier was ook geen lopende speler in dat Nu dat je dat zegt, was het eigenlijk wel een heel zotte analyse. Allee, vind ik toch. Maar dat, ja, dat is... Mercier was absoluut geen lopende speler. Hij was iemand die ook niet graag trainde, heb ik gehoord, blijkbaar. Die niet hard zijn best zou doen. En Brijs heeft het er wel helemaal ingeslepen. Dat dat wel een meerwaarde kan zijn ja. ook voor zichzelf wat hij nu ook kan doen hij gaat nu naar Bulgarije om Champions League te spelen het is het is nee het is Hongarije 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 ik. Ja, ja sorry ja is ja, was niet waar ik ben ey, ik ben al Twee in beide geweest en het is het is wel verschillend <laughs> nee en ik denk wel ik denk wel dat we met Parijs een coach hebben die bepaalde spelers als die dat zelf ook willen terug een stap kunnen zetten ja. naar, naar wat ze kunnen of een omdat, stap omdat kunnen... omdat hem ook inderdaad het, de werkethiek Belangrijk vind ik. Ja, en ik denk klopt. dat dat heel belangrijk is bij spelers die wel talentvol zijn, die hebben ook werketik nodig. Tenzij je een uh, Messi of een Ruben. Uh, nee, ik ben een het lachen. Maar daar is ook ja, aan gewerkt in die zin <laughs> van um, begin vorig seizoen of twee seizoenen eerder, um, ja, zat ik vooral in Oud-Everlee. Uh, ja. Ja, ik zat daar dan privé, ik woonde daarbij in. En ik uh, liep dus heel veel in Korbeek-Dijlen. Mm -hmm. En daar werd in het voorseizoen heel vaak van het stadion naar Korbeek-Dam gelopen. Via de Arenberg en zo verder door. En de enige die daar liep was Mercier. De rest was allemaal met de fiets of met de step. Mm. Hij moest. Omdat het ook gewoon waarschijnlijk op dat moment moest om, om topfit te geraken. En ik denk dat wel eens de speler mee is in het verhaal... Ja, dan zet je. Dat, dat Brijs en zijn team, want ik denk dat zijn team daarnaast ook, ik denk bijvoorbeeld de invloed van Sharai. Denk ja, ik eerder dat hij eerder de, de people manager is. Ja, en Brijs echt, en Breiz echt de, de, meer de tacticus is. Die bij de spelers hè. En dat zei hij ook in, ja. in de podcast Klopt. met ons. Sharai ja. is super, ja, super joviaal en die met alle spelers overweg kan een band, echt een, een band opbouwen. Ook. Dat is ook wel heel belangrijk, denk ik. Ja, en... en ik denk dat we ook niet mogen onderschatten. Um, het verlies van, uh, van de physical coach vorig ja. jaar, ik denk dat dat ook wel een beetje impact heeft gehad op een beetje de werking. Ik zeg niet dat daar door alles is platgevallen, maar uh, ja, uh, ergens neemt je dat toch mee. Ja, uh, natuurlijk. Zeker, inderdaad. Wat is dus jouw ja, volgend seizoen? Van Dom bijvoorbeeld. Dat uh. is wel iemand dat bij Beerschot wel de man was die er altijd wel voor bleef gaan. En ja, zo dat is topschoorder, toch? Dat hadden we vorig jaar wel vaker voor als het wat minder ging, dat ook de kopjes gingen hangen. En als we een speler kunnen hebben die er wel probeert voor te gaan, echt ja, alles klop. geven, dan, dan sta ik daar volledig achter. En ja. ook qua keeper, dan jakkers. Oké, okay, komt dat door de klasse van aan beveren wisselt misschien soms heel goede prestaties af met iets mindere. Maar het is ook iemand die perfect in de groep was, denk ik. Omdat hij ook al heel goed bevriend was met bepaalde personen daar uit de jeugd van Genk, zoals De Norren, zoals Schrijvers. Um, je merkt dat ook dat daar wel een vriendschap is. Wat denk ik, enkel dat de goede kan komen in, in de kleedkamer? Ja, klopt. En het is ook iemand dat zich terug wil bewijzen op het hoogste niveau. Um, bij waasland beveren was hij zeker niet slecht. Hij um, was, was er eigenlijk een, een meer dan degelijke keeper. Maar ik denk voor hem ook dat het nu terug het stapje omhoog is. En daar gaan kijken nu in, concu in concurrentie met Koyokaru. Um, wacht, hè. Koyokaru. 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 Dat is Romeins, ze Ja. En, en ik ben denk, hier ja... Ten daar heb ik niks van. Ten eerste wat ik onthouden heb. Nee, ik heb eigenlijk geen Roemeens onthouden. Ah wel pui. P-U-I, pui, dat is kip. Echt? Ja. Het, ja e Griek, het enige wat veilig was om te eten daar, nee. <laughs> ja, wel, ik was echt <laughs> uh, bij de Griek. zo'n Griekse pita en dan had die kip gekozen omdat ik dacht van ja. Alleen dan gaat hij dan gaat naar, naar Roemenië eten met een Griekse pita. Dat is je ja. Dat is uh, internationale, dat is, maar dat is ook... Dat zijn dat je in Italië naar de McDonald's gaat. Maar ik ga in elk land naar de McDonald's, <laughs> Sorry, kom. dat is het eerste maar, wat ik doe. Ik doe dat ook. Ah, echt? Moeilijke netter. Ah. Ja, maar dat is gewoon zo een ding dat je doet van... Uh, maar we zijn te veel aan het uitweiden, hè. het is geen... Uh... Het is geen kookpodcast. <laughs> nee, nee, kookpot <laughs> <laughs> Koken, gast, koken met Roagel. Lekker. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> hebben we ook al gedaan via koken de Koken met bier. <laughs> ja. We hebben Romo zien koken. Ja. Ja, inderdaad. Dus het kan. <laughs> inderdaad. Ko het, was, het zag er goed uit. Ja, Spijtig dat hij niet zo goed kon uitvoetballen. Af en toe wel. <laughs> Messi gewijs naar de middenlijn gaan. <laughs> op, de, op de lijn wel echt ja. een van de beste keepers. Ja, in... klopt. Ja, we mogen hem. Ons, allez, ik denk ook dat dat. Als je ziet hoe dat hij zijn verdediging. Want de verdediging dat we toen hadden. Hoe dat hij zijn verdediging. wel naar een hoger niveau probeerde te tillen. Ik denk ook op, op zijn lijn inderdaad. Ja. een topkeeper. Maar ik denk eens daarvan. Kwamen de beperkingen toch meer boven dan ja. zijn kwaliteiten? Oké, okay. maar we gaan verder gaan met de, de, de toekomst. Hè? Ja. Klopt, we waren bezig over Dom. En ja. Dom vind ik eigenlijk een. een over Jakkers, ja. denk ik niet. Jakkers ook. Ja. Um, Maakt niet uit. Maar ja, ja, Dom puur op karakter vind ik het wel een slimme transfer. Want het is wel ja. iets wat we misten. We misten een beetje Grinta in de ploeg. Een beetje. Ja, dat ja, was... beetje. Ja. zeker met dat de waast was zo nog een speler die die Grinta wel in hem had en ja als we die niet meer hebben dan hebben we echt weinig spelers die inderdaad als je aan Grinta denkt er bovenuit steken hè? en zo nog denk ik, een, van de, een van de speerpunten nog niet aangehaald uh, was Een um, jonge <laughs> verdediger kapitein van de U20 bij België ook um, ik heb zo hier en daar online redelijk wat gelezen over de laatste tijd dat heel veel supporters van Zulte er... Minder erg vonden hij wegging, omdat hij toch wel geblunderd had de laatste tijd. Maar ik denk dat hij nog altijd zoveel zo potentieel heeft dat dat enkel maar ja, op positief van, kan uitdrijven. Zo rond... blijkbaar, is die zo, toch? Ik denk dat we ook niet mogen vergeten. Hij is 21 jaar, hij heeft 100 wedstrijden in de Jupiler Pro League op de teller. Hij was kapitein? Hij, was kap hij, hij is al kapitein geweest en vorig jaar heeft hij, ja, om daar. Um, Kort over het te zijn, Zulte de had ook niet het beste seizoen. Ik denk dat daar gewoon ja, meest. Snap Klopt. Snapt je dat? Is, dat is zo, zoals ze zeggen, dat is leergeld. Hè? Dat is nog allee, Je kunt niet verwachten van een 21-jarige dat hij daar opeens een ploeg. En hij had. was kapitein. Dus ja. ik denk dat het gewoon een ding is dat hij bij ons wel echt die stap kan zetten. Ook samen met Breis, met Sharai, met heel het hele team erachter. Om toch Voila. nog verder te gaan. Mm -hmm. Ja, dat is even de hond die aan, op de achtergrond aan het spelen is de mascotte ja. nee, ik denk wel um, het is iemand we, waar dat we verder op kunnen bouwen naar de toekomst toe zeker en vast en ja, gaat hij zoals bij Zulte Wargem af en toe eens in een rug gepakt worden want dat, dat is een beetje zijn, zijn pijnpunt geweest mm -hmm. vorig seizoen, van heel vaak in de rug gepakt te worden, we hebben het ook bij ons vaak gezien um, dat, gaat nog, dat gaat zeker en vast nog gebeuren, maar ja het blijft nog altijd een, een speler van 21 jaar die zelfs tot, tot vorig jaar, of anderhalf jaar geleden, nog gewild was door de top 6. Dus ik vind oh, ja. het op zich al wel een, allee, knap dat, uh, dat de club zo iemand kan ja, overtuigen. We zijn, er, we zijn er ook blij mee. Dan iemand ja, dat we nog, allee, nog niet aangaan hebben Jacques aangehaald, maar onze, onze keeper hebben we nog niet veel over in de nieuwe keeper, onze Roemeen. Uh, hoe is het pakketje uit? Koyokaru. Koyakaru. Die, oh, uh -huh. um, ik heb er niet op oh, nee, wat filmpjes van gezien online. zegt natuurlijk niet altijd veel, het is natuurlijk een, een compilatie van het beste wat er is. Uh, maar het zag er wel echt een, een degelijk keeper uit. En ook de uitleg erbij, Schwoed, dat hij eigenlijk een van de eerste keuzes was van, van, uh, ja, van uh, Verbist, dat zat me ook wel gerust. Ja, klopt. En eigenlijk toen, eerder in zijn, in zijn jongere leeftijd, was dat ook een van de grotere Roemeense talenten, om het zo te zeggen. Is dan van Roemenië naar Italië verkast. Daar een beetje de leerschool gaan doen, maar toch een beetje... Ja. Je zal waarschijnlijk de bal vaak wegboksen. Uh, vermoedelijk wel. wel. Ja, vermoedelijk wel. wel. Dat was toen dat Romo zo... Um, toen als ze even over Romo bezig waren in Extra Time, denk ik, of andere dingen, waren ze daar ook over bezig. Ja, in Italië worden keepers getraind om ballen weg te boksen. En ze ook zo'n compliment gemaakt. Ja. En heeft er volgens mij heel vaak naast gezeten. Langs de andere kant heb ik zoiets van... Hij zat nu bij Feyenoord, die hem gebruikten als, als wel backup van de, mm -hmm. van de tweede keeper. Um, maar uiteindelijk denk ik dan ook wel... moet er ook wel iets in zien om die dat... zeker in het achterhoofd houden, dat die Europa League finale spelen. Ja. Stel ja. dat er iets gebeurt met de eerste keeper, die is wel gescout om ja. eventueel in te vallen. Conference League, hè? ja conference hoger. die of was beter, beter ja, als de beter. Europa, League. Ja, Europa League nu dan ook wat we nog niet hebben gehaald en dat is toch iets dat we een, een positie dat denk ik, momenteel wel nodig heeft um, spitsen um, er is al heel veel aangehaald in de media dat er toch vijf als een spits nu gaan bijkomen waaronder dan ook, ook spitsen um, wat is een beetje uw beeld op wat voor een spits OHL op dit moment een nieuwe seizoen nodig heeft. Veel hangt er vanaf natuurlijk, van in welk systeem gaan we verder gaan. Gaan, mm -hmm. we, nog, gaan we verder bouwen op het drie-mans-verdediging... Drie of gaan we toch switchen naar twee-mans met dubbele flanken? Het zou enerzijds Tamari beter uitkomen. En dan kunnen we echt gaan kijken of dat bijvoorbeeld... Want dat is ook al eerder aangegeven door, um, door Peter Willems... dat we nog altijd wel bezig zijn met de huurlingen, met aankoopoptie... Mm -hmm. Om die te heronderhandelen. Ja. Um, dus is KABA nog een, op, allee, nog een optie? Al dan niet, dan in een, vier, allee, in een dubbel flanken systeem lijkt het mij rendabeler dan in het systeem dat we vandaag spelen. Mm -hmm. um, anderzijds. Hangt het echt vooral af van, van ja, welke spelers. Ik denk vooral een wendbare een speler en een snelle speler. Omdat we met Holshouser nu toch iemand hebben die de, ja, de bal ook gewoon ligt waar je hem vraagt. Mm -hmm. um, maar anderzijds kan echt een target speech ook wel iets interessants zijn met dubbele flanken Die echt in de box. Oef, ja, met Jalit beide. Je... Ja, dat is, dat, is de, dat is het type Henrië. En daar dat gaan we hopelijk. Al was tekenen, Henri iets completer in de zin van. die had voetballend vermogen, dat was echt een complete spits. Ja. Maar die, was ook, die speelde ook als targetman. om de bal op te houden. En ja, dan... klopt. Ja. En ja, dat kwam ook uit zijn scholing. Ja. Ja, die heeft linksachter gespeeld, die heeft op middenveld gespeeld, die in heeft in de, de verdediging gespeeld, ook, in de goal. Uh, veel gebokst. <laughs> um, nee, dat is niet waar. <laughs> dus het, dat was eigenlijk een uniek profiel <laughs> ja. om op dat niveau te vinden. Ja. Want wie zijn dan bijvoorbeeld nu voor u profielen of personen. Die ook haalbaar zouden kunnen zijn en dat jij wel graag zou zien komen. Misschien kunnen we weer een voorspelling doen. Als dat uitkomt, heb je weer een transpij voorspeld, zoals Pletings had je ook voorspeld. Ja, stond um, op mijn lijst. Dus. Wie is er bijvoorbeeld nu van spitsen dat ook haalbaar is, dat eventueel zou kunnen komen, denk je? Ik had in de, in de winter ook al gezegd, um, eventueel Stipe perica. perica. En als we teruggaan, ik denk 2016 heeft hij gespeeld bij Moes -Kroen. Maar komt eigenlijk uit de jeugd van uh, Chelsea. En is eigenlijk een beetje een... Ik kan niet zeggen een identiek profiel als, als Henry. Maar kon wel een bal bijhouden. En ik denk dat dat ons wel helpt met de snelheid met Tamari op de flanken. En ook gewoon verdedigers weglokken uit, uit het centrale punt. En die heeft nu ondertussen, ik denk... Uh, 17 goals gescoord bij Maccabi Haifa. Dus... En ook gewoon de laatste, die hebben ook zo'n soort van play-offs op het einde. Heeft daar ook en nog eens vier is keer... dat, is dat in... Israël. Israël. Israël, ja. ja. Ah. Dus het niveau... Op zich spelen daar wel redelijk wat spelers die nog wel wat niveau ah. hebben. En dat is ook nog wel een, een competitie van niveau. Um, maar ik denk ook dat het zeker nodig is van... We kunnen kijken naar profielen waarbij dat minder ging. Zoals bijvoorbeeld Holshouser is een profiel en de dat de prijs, heel goed de prijs was... En dan ook direct gezakt, hè? Ja, we die, die mocht gratis vertrekken ja. door dat... Clausuleverhaal. Um, maar in dat geval bijvoorbeeld, prijzen zijn eigenlijk, want iedereen kijkt wel naar transfermarkt en kan mm -hmm. kijken van oh die speler is zoveel waard, maar dat is allemaal indicatie dat het op data gebaseerd is ja. um, en eigenlijk op op, op opinies. Want ik denk dat als de club gaat vragen bij persoon X, ja, daar moet dan nog bij komen de makelaarskosten. Um, Eventueel een teken gelden waar dan niet over gesproken wordt. Een vliegtuig. Klopt. Een <laughs> um, helikopter. En ja, afhankelijk van hoeveel geld ze daaraan willen geven, zal ja. dat. Uh, dat is de businesswereld, business hè? Zal dat zijn? Ik ben gewoon benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Ja, en ik, misschien een controversiële, maar ik, ik was hier net aan het denken, eigenlijk. Zoal uh, van. Die nu bij Brugge, die, die, die zit toch terug bij Brugge, of waar zit hij? Die? die komt terug van AZ, dus die zit bij Club Brugge die terug. Die huren zou ook wel. Want we hebben ook al veel spelers bij Brugge gehuurd en hij heeft een klik met prijs. En ik denk wel dat dat er zou voor kunnen zorgen dat voor zowel hem als club misschien terug een, uh, een win-win-win-situatie. Alleen dat is een controversiële, maar dat, ik dacht daar opeens aan. Nee, Eigenlijk. Dat heb ik ook al lang gedacht, maar ik denk, ik weet niet of Brugge. Ja, die hebben 9 miljoen Je gelegd. Hè? Die hebben 9 miljoen ja, gelegd. Klopt. Ja maar, ja, maar die moeten daar toch iets mee. Want in, alleen in AZ heeft dat ook niet gewerkt. Hè? Wel, het probleem vooral is. En dat is het, de fout dat wij bij het eerste seizoen en half ook hebben gemaakt. Is het profiel van Soa lijkt alsof het aan, een, ja, een rechterflankspeler is. Maar eigenlijk heeft hij bij ons het best gerendeerd. Centraal in het middenveld. Ja, die dat gewoon al. op en af liep. En bleef, liepen, bleef, bleef lopen, sorry. Mm -hmm. Dat is een heel fout. Ja, dat <laughs> komt door de Leuvense witte. Ja. Nee, um, maar uiteindelijk vertrekt hij dan voor 9 miljoen naar Club Brugge en daar wordt hij terug uitgespeeld als rechterflank. Dat en bij ja. AZ identiek hetzelfde. Aha. Terwijl, voor mij blijft dat eigenlijk zijn... zijn Zit hij op... naast Keita-gast? Ik denk vooral naast een holzouzer, die ja. gewoon zijn ding kan doen... Keta moet eigenlijk. Ja, hij, hij doet de, ze noemen dat de vuile kilometers, toch? Klopt. Ja. Ja. Maar dat zijn ook de, het zijn ook hey, de mooiste kilometers die voor die, te ja. zien. Ja, ja dat. dat is waar. Of, maar dat zijn de kilometers die, juist, die je niet ziet uh, op een match, maar wel zo op data en dingen, toch? Klopt. En bijvoorbeeld bij, bij het geval van Dom was dat mm -hmm. identiek hetzelfde. Ik denk dat hij ook een van de hoogste kilometers had bij. Bij Beerschot. Ondanks hun seizoen. en ondanks dat dat soms. leek dat dat heel statisch was. Ja. En ik denk dat dat ook wel een beetje. in uw karakter zit van. Ik denk bij, bij Dom is het oprecht. het karakter van. Er, er blijven voor gaan. en. strijder. Klopt. En dat is. Allee, dat is zeker echt wel. op, op mentaal aspect. Voor de, voor de club zelf is dat echt. ja, een goede transfer. Ja, om ja, dat dan nu. een beetje. samen te vatten. Als je dan nu. Al, als we, Moesten we nu een goede spits nog halen, of wil jij nog even daarover verder? Nee. Perfect. Moesten we nu, stel u voor, we hebben nog twee spitsen, we hebben nog een paar spelers om echt de ploeg compleet te maken. Wat is uw pronostiek dan voor volgend seizoen? En we zullen misschien voor zowel de mannen doen als de vrouwen, zodat we eigenlijk nu aan het begin van het seizoen al een soort van dingen vastleggen. En dan op het einde van het seizoen kunnen we zien of dat we daar uh... zullen we een weddenschap van maken anders. Ja, oké. Okay. We gaan zoals de club zeggen, we gaan het beter doen als vorig seizoen. <laughs> ik zeg, okay, okay. Is, het, is het dit jaar... Um, In de camera ben, kijken. Ik ben soms niet helemaal mee met het met concept niet meer. <laughs> dat verandert ook om, om de zoveel maanden. Is het nu vier play of één en vier play-off twee? Goeie vraag. Um, ik, denk dat, uh, ik denk dat het nog altijd hetzelfde systeem is dit seizoen. We zijn dus niet weten hoe de competitie werkt. Ik denk belangrijk. dat dit seizoen nog hetzelfde is en dan verandert het naar het nieuwe systeem met 16 ploegen. Dus nu zijn er gewoon drie ja. zakkers om af te slanken ja. naar die 16. Met vier play-off 1, vier play-off Ja, play 2. klopt. Oké, okay, ik, <coughs> ik ga misschien mensen gaan soms misschien meer verwachten. Ik kan zeggen dat Oajel dit jaar zevende wordt. Dus dat we play-off 2 spelen en dat we dan play-off 2... Um, daar heb ik nog niet te veel voorspellingen over. Uh, maar we gaan, denk ik, zevende worden. wat uiteindelijk voor wel dus we we um, uh, we een heel goede plaats zou zijn... Uh, en dan kun je daar volgend jaar nog verder bouwen op de ploeg dat je dit jaar aan het bouwen bent. En de vrouwen die gaan uh, kampioen spelen. Ja, ik zal onze gast... Of nee, we gaan onze gast laten afsluiten. Ik zal een controversiële gooien. Um, ik ga voor... Oh, kampioen <laughs> op kampioen. Bij de uh, beide vrouwen en bij de mannen. Dat zou hem maf zijn. Okay, dan. <laughs> dat is wel slester, hè. Niemand zei dat ook in het begin van het seizoen, hè. En dat was ook het tweede seizoen, dus nu kunnen wij het interne doen. Ah, ja, voilà. Nee, ik denk... Um, voor ons, als, uh, als de mannen, denk ik een achtste plaats. Dat zou wel een iets ruimere verbetering zijn dan de voorbij twee seizoenen. Is play-off seizoen, twee alleen Play-off twee. Allee, mannen, um, Achtste plaats met Wajel. Kampioen, op voordoen. <laughs> en bij de dames, ja. Kampioenen. Bij de dames, denk ik echt wel dat kampioenschap er dik ja. in zit. Ik denk dat we. Ja, denk ik ook. Naar, naar Er zijn een aantal ploegen waar we, het, waar we het moeilijk tegen hebben gehad. Maar ik denk wel. Ja, zoals ik al eerder zei, met Anderlecht die toch iets of wat verzwakt zijn. En de andere ploegen die. Ja, ook bij ons zijn komen kijken naar spelers. Betekent toch ook dat er genoeg volk bij ons zit. Dat ergens anders kan spelen. En die we ook kunnen missen. dus. Ja, inderdaad. Nee, helemaal waar. En dan misschien nog de, de belofte. Als we nu toch beter. Bij... De eerste amateur, ja. Um, pas op. Daar weet ik echt niet veel over wat de competitie tegenstanders zijn. Ja, Patro Ijsen is wel goed. Nee, maar dat, ik... misschien, uh, dat is misschien een toffe. We gaan een pronostiek doen voor uh, de match tegen Tienen al. Ja, de match tegen Tienen. Is dat nu uit of thuis dan? <laughs> uit en thuis ja. okay. <laughs> Ik denk gewoon, eerste match Maakt niet uit wat het is um, Die winnen wij Die wint OHL met 2-0 Ik zeg 5-1 Ik zeg 1-0 met een onverdiende penalty Oké, okay, okay. top Die gaan we onthouden en, uh, ja, Ik denk dat we gaan afsluiten ja, Onthoud dus... deze sound, deze pronostieken En um, zeker, de winnaar mag gefeliciteerd worden Door andere fans um, Dus ik zal OHL kampioen Schrijf dat maar op nee, Angelo, heel erg bedankt om langs te komen Het was fijn om je hier in levende lijden als gast te hebben En ook nog eens bedankt ja, dan aan het Dormaal Die leeg Er zijn nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dat is voor als de 8, camera's 8, 8, uit zijn Er staan hier nog 15 uh, Hofter Dormaals Hartje voor de sfeer <laughs> inderdaad. Heel erg bedankt um, En iedereen tot um, ja, het volgende seizoen We starten eraan in juli Met de officiële match ja, um, tegen, en daarvoor nog Leicester? Tegen was? Leicester, even vlug. Want jij had er niet kunnen bij zijn, Ik kan er niet genoeg. kunnen bij zijn, spijtig. Ik wou dat er nog even invrijven. Maar uh, ja, daarom vakantie. vond ik... Ik, uh, ik hoop op een 4-4. Dat we echt veel goals zien en dat het nog zo spannend blijft. Want ik vind Leicester ook een toffe club. Um, ja, ik ben jaloers dat ik niet kan komen, ja. ja. ja ik wou ik hoop er op een uh, 1-5 overwinning voor ons. Okay. Een 1-5 thuis? Zeker. We spelen alle twee thuis op dat moment. Ah, We spelen het? alle twee in ah, ja. het King Power Stadium. Ah, ja, dat is waar. Dat is waar. All right. Wat, het gezegd? Ik heb niets gezegd. <laughs> Laat me gerust. Ik zal u bellen. <laughs> Dankjewel, allemaal. Uh, en tot ja het volgende seizoen, natuurlijk. Ja, bye bye. Salut.